Yo mensen van de Games, dus kijk naar een groene video. Ik ben ik. Vandaag zijn we hier weer terug bij aflevering 13 van My Team, de Grand Prix van Groot-Brittannië. Vandaag zijn we natuurlijk weer eerst bij de practice programs, dan met de race. Dus eerst de Track Acclimatization Practice Program. Ging gewoon heel goed. Ik had hier wel echt een hele slechte setup. Dat zie je hier aan het begin. Overal zie je dat ik haperde met deze setup. Deze setup is echt verschrikkelijk. Dus ik wisselde hierom naar de volgende. Paarse puntjes voor mij. En dan zijn we hier bij de practice program van Tire Management. Het irritante gradeur waar je je tire wear moet aanpassen op hoe de baan zich hier ligt. En dit gaat gewoon goed. Gewoon een paar puntjes voor mij. Dan zijn we bij de volgende practice program aangekomen. De volgende practice program is dan ook Fuel Management. Het irritante huiswerk wat DNF hem helemaal aan het begin noemde. Gaat gewoon goed. Voor een keertje gaat het goed, dus alweer paaspunten voor mij. Dan ERS Management. Als je deze serie al langer volgt, weet je dat dit nooit een groot probleem is van de Monster Energy Racing auto. Gaat gewoon goed. In de eerste drie bochten zit dat ding alweer in het paars, zoals je ziet. Dan bij de finish aangekomen, volledig in het paars. Groene Delta is dan paarspuntjes voor mij. Dan de program dat ik mijn qualification pace ga uittesten. Gaat gewoon altijd verschrikkelijk groot. Laatste bochtje alweer. Met een betere setup nu wel dan de eerste. En target 13 compleet. En paar spuntjes voor mij. Dan dit genoezel om ervoor te zorgen dat je een goede race strategie hebt. En dat is ook heel belangrijk. Lap 1 gaat in. En lap 1 is alweer afgelopen bijna. Tik groen. En dan gaan we nu lap 2 in. Nou, dat zul je ook wel zien. Hier is tik ook een groen puntje. Dus groene puntjes. En dan nog een rondje erbij. En dat is dan ook tik gewoon paarse puntjes voor mij. En dan zijn we weer bij de short qualifying. Eerste run complete. Boom, waar brengt het maar? Boom, 7. Gelijk naar 8. Helemaal jammer. Dan blijf ik niet op 8. Zak ik naar 10e plek. Verbeter ik hem met 14e. En waar kom ik dan te staan? Alweer P8 met Ricciardo en Albon boven mij. Zak ik terug naar P13. Verbeter ik hem niet. Verpest ik hem in de laatste chicane. Up ik hem nogmaals met een aantal tiende. Zoals je ziet 15e. En sta ik 6e. Einduitslag. Achtste starten we de race. Op naar de race. De race, de ronde, de laps van 26 laps. Ga je gang. In elk geval, yo mensen van de Games, leuk je kijken naar een groene video. Ik ben ik. Vandaag zijn we terug bij een groene nieuwe F1 video. F1 2020. Again, de Grand Prix van Great Britain, Groot-Brittannië, Engeland. Ik heb er zin in. Ik krijg het even uit. Nee. It's been reinvented over the years, with Turn 1 now the fast right-hander of Abbey, but the magic of racing is as strong here as it's ever been. And with me as usual is Anthony Davidson. Kijk dan Nick de Vries van Free Agent naar Monster Energy Racing. That's my team, baby. Als het een beetje raar klinkt met Mike. Ik ben nog altijd aan het kutten hoe ik die mic moet positioneren, want er blijft natuurlijk altijd een wisselgeval van daar zitten naar, van hier aan mijn bureau zitten naar hier voor mijn bureau zitten. Dus altijd een beetje een vraag hoe ik mijn mic nou precies moet positioneren, maar er staat een grid. Niet de beste plek voor mij om te starten, eerlijk gezegd. Vettel heeft wel echt een goede job gedaan. Pierre Gasly, Verstappen, Lucky, Sainz, and Esteban. Oh ja, ik zie een foutje. Stroll, Kvyat, Grosjean, Kevin Magnussen, and Antonio Giovinazzi, Raikkonen, Russell, De Vries. En dan komt daar een fluitje nog een keer. That's it then. It's time to go racing. Laat me even dat foutje fixen, oké? Dit is een stukje beter. Deze kleur. Alright, Jeff. Ready, Jeffy. Alrighty, Jeffy. Startstrategie. Softs naar mediums. Ik zeg oké. En dan is het alweer de formation lapperij, want dat dan niet boeiend is. Om mijn banden op te warmen. Zo, dit moet goed zijn. Ik heb mijn microfoon weer iets verplaatst, dus zie ik minder van mijn OBS. Maar oké, ja. Zodra ik maar beter te horen ben. Als in op dichterbij. Aangezien als je naar onder zit, dan hoor je een beetje van bovenaf. En dat is minder goed. Dus daarom
Denk ik even, doe ik het even zo, weet je wel. Hey, doe ik het even zo. Maar goed. Grid is forming up. Be patient and wait for the lights. Of be patient with the clutch and wait for the lights. Gaat zo meteen bijna, denk ik zeg. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Zij het. Vijf rode lichten. En away we go. Niet de start waar ik op heb gehoopt. Er zit nog iemand aan mijn binnenkant. Kan ik daar Sainz wegduiken? Dan is Verstappen en Norris hier gaande. Ga ik voor deep dive aan de binnenkant. Pas op voor Gasly. Ik ging even in mijn neutraal hier. Max komt heel hard terug aanvallen. Ik glijd bijna weg en Max is er weer voorbij. Ik sta P7 op het moment. Oké. Okay. Maar Norris vindt dat ook niet zo leuk. Dat ik P7 zit. En Norris wil dat ik P8 word. Wat een onderstuur opeens. Jeebus. Okay, ik moet Max en ook voorbij kunnen houden. Ik moet Max en ook voorbij proberen te houden. Niet dat ik Max bij ga kunnen houden. Maar ik moet hem bij proberen te houden. Dat Max hem juist naar Gasly en naar die guys ahead moet kunnen brengen. Dat is wel mijn bedoeling. Maar dan deze onderstuur gaat me niet helpen. Sainz en Norris hebben zichzelf ook omgewisseld. Alright. Alleen Max gaat natuurlijk jagen op diegene voor hen. Dat zijn eigenlijk auto's in een rijtje die daar niet horen. Ze Vettel, Perez, Gasly, ja die horen daar in feite niet. Dus Max denkt ook, ik jaag op ze. Maar alleen Max kan er wel voor zorgen dat Max er vast blijft hangen. Als Max er vast blijft zitten, dan is dat wel gunstig voor mij. Nou, ik moet gewoon even bij die pack aansluiten en mijn Max mee er langs gaan. Dan moet ik niet die wijd momentjes hebben, want dan komt Sainz eraan en die wil ga ik ook wel wat mee snoepen en dat wil ik niet. Oké, okay, dat was een beetje to the escape road. Wat een onderstuur heb ik hier, cheers. Totaal niet goed. Ik wil graag nog DRS van Max hebben. Want anders duurt het nog wel een tijdje voordat ik bij Gasly etc. ben. En dat wil ik juist voorkomen. Ik wil er zo snel mogelijk naartoe. Maar dat gaat me niet lukken als ik telkens die denderend harde onderstuurmomentjes krijg. Nou, thank you voor de DRS. En thank you Sainz voor het afremmen. Sainz, dat vind ik gevaarlijk van je. Ja, Max wordt nu door deze pack opgehouden. Maar ik moet hier gewoon aansluiten. Maar met deze onderstuur is het gewoon damn lastig. Oké, wat was dat? Zijn wheel? Nee, het is midden in de pack daar. Is dat gewoon een ticketje of wat? Het is Leclerc. Ja. Charles Leclerc. Wat was? Max kan hier gewoon niet langs, want dus dat ik daar op het gras ga. Max kan hier niet langs en ik heb ook een hele hard time staying in Max DRS. Ik struggle zo hard op corner exits. Dat is echt verschrikkelijk, waardoor ik gewoon hier mezelf goed kan alignen, maar dan op corner exits, dan gaat het gewoon zo verschrikkelijk. Dat ze gewoon weer van me weglopen. Oeh! Oké, die was heel agressief van mij. Het moest. Om de hele tijd achter Vettel te blijven zitten, werd ik echt gek van. De hele tijd achter Vettel te blijven zitten, chatkijkers, werd ik echt gek van. Ja. Hier werd ik echt een beetje gek van. Toen heb ik 9 laps vast te zitten achter Max en Vettel. De horror. Nou, ik hoop dat dan dat ik gewoon een pit advantage krijg over deze schilders. En dat is dus ook wat ik nu ga doen. Dus nu gaan we de pit in op lappie 9 van de softs op lappie 9 naar lappie 10. Maar nu zak ik wel, I guess, helemaal onderaan het veld. Wat is die Alfa Romeo doing daar?
the fuck is that all for doing? Groene jongens. Temperatures. De Vries. Rijdt mij nu ook voorbij. Nick, kom op man. Score die puntjes. Nick en ik. Alleen schrijf het anders, maar het is nog Nick en ik. Zij en zij. We want to finish the race on this compound. Nou, zo de pit uit. Nu moet ik gewoon even goed rijden. En natuurlijk mijn fuel nog steeds tanken. En hopen dat het allemaal goed komt. En geen, dat ik geen posities verlies, zeg maar. Nick is binnen. De whole crew is in. Nu moet ik dus voor Sainz eruit komen. Dan weet ik dat het heeft gewerkt. Even een ridge. Ja, het heeft gewerkt. Het heeft heel goed gewerkt. Ik ben nu dichter achter Gasly. En gelijk in de attacking position. Terwijl Gasly nog aan het struggelen is met zijn tires. Of zijn tires op temps krijgen. Wil ik Gasly de schoen in het lief jagen. En er voorbij gaan. Hoppakee, zo doe je dat, Nick. Chasing somebody in de voor mijn pitstop. En nu hopen dat ik geen vleugelschade op heb gelopen aan dat kleine tanglement. Nee, gelukkig niet. Alright. Moet ik alleen defenden van Gasly ondertussen dat ik nog die 1, 2, 3 laps in lean zit te rijden. Als ik nou gewoon DRS zou kunnen krijgen van Max weer voor gewoon de help van holding Gasly behind. Zou fijn zijn als ik de hulp zou kunnen krijgen. Maar alles komt op zijn tijd. Ik moet alleen gewoon Gasly achterhouden, wat op zich al zou moeten lukken. AI achterhouden is makkelijker dan mensen achterhouden. Ga ik een beetje wijd hier. Maar daar heb ik hem wel. En dan indeed P6. Lekker ingestegen. Als ik hier finish ben ik helemaal tevreden. Eigenlijk. Maar ik kan pas pushen weer zodra ik mijn lap trouble heb weggewerkt. En dat kan nog wel eventjes duren. Hij gaat er wel langs. Gaat hij de racing line dichtgooien? Ja, dat doet hij. Ik kan de Vettel dive proberen. Wat ik ook ga doen. En het lukt me. Dat moet ik niet vaak doen. Dat is een geen leuke dive. Maar ik kon die positie ook niet kwijt. Ja, oké. Okay. Oh, hey, vijfde. Zelfs nog. Denk je mag. Hey, ik heb Gasly bijna op een seconde gejaagd. Oké. Okay. Vettel en... Is dat Ricciardo of zo? Die is all in him right now. Dat is voor mij heel gunstig om... dingetjes uit te proberen. Maar ze moeten even met elkaar gaan battelen. Want dan vertragen ze. Want Gasly rijdt nog steeds hard genoeg om mij bij te houden. Bijvoorbeeld deze DRS ook. Nou zie je, daar zijn ze alweer. Het blijkt af en toe ook nog echt dat ik sneller ga met mijn fuel saving techniek. Eerder van het gas afgaan. Want dat blijk ik gewoon echt blijkbaar sneller door te gaan. Daardoor jaagde ik Gasly hier ook op een seconde. Ik ging op dat stukje veel sneller dan Gasly opeens. En dat kwam dus door lift en coast. Verstappen en press zijn juist omgewisseld. En ik heb mezelf heel erg ingetangeld. En Gasly is recht achter me. Not funny. Thank you, man. Hoppakee. Fuel is plus. Check. Afgecheckt. Dat is een gelukje. Dat dat weer plus is. Maar nu moet ik deze Gasly achter me houden. Zie je, Gasly? Dan krijg je ervan als je voor divepomps gaat bij mij. Kut je gewoon af. Als je Albon was geweest, had ik nu een massive tikje gehad. Want zo is Albon. Flikker. In de game. Ik wil heel raar dat Albon gewoon iets vaak een ponypje had, maar... Lukt hem niet. Ik was nog even doorlift en coasten, want dat blijft voor mij nogal best goed te werken. Ik ben net die extra fuel binnen te slepen, ondanks... En dat wil ik natuurlijk alsnog gewoon een... normal set of pace hebben. Oké, okay, snellere laptime dan Checo deze keer. Dus dat is nice. Ik zie gelijkenissen met de wegkijkers. Mensen. Ik zie vergelijkenissen met het echt. 1, 2. Mercedes. Heel ver achter Max. Daarachter. De nummer 4. Alleen Max zat nog ietsjes dichter bij de Mercedes. Maar
Alleen Checo staat een beetje op een weirdest place. RIP Checo 2021. Geen partij van Aston Martin anymore. Maar hoe graag ik ook wil dat ik bij Checo in de buurt kom, kom heel iets dichterbij af en toe. Driver in front. Perez is ahead of you. The gap to the car ahead is 9.7 seconds. They're on old mediums. The time last lap was a 1:30.2. Ja, het schommelt uit. Dat is 9.7, 9.6, 9.5 en 9.4. Rival status. They're in 7th. Goed zo, Albon. Hamilton has the lead. Hamilton has the lead. Alright, dan weet ik ook wie de voorste Mercedes is. Het zou me ook geen verbazing zijn als dat niet Hamilton was. Maar als Valtteri Bottas toch in deze career, in deze My Team, toch wat winst achter zijn naam heeft. Ondertussen zit ik wel te gniffen over Albon net, maar raad eens wie hier is aangekomen. Albonio. Albon, doei. Get out. Get to the chopper. Raus, Albon, raus. Boven. Mijn vijfde plek is mijn vijfde plek, pik. Blijf vanaf. Je handen poten. Poten handen. Je klamboes en je stokken. Je hooivorken en je kaasstengels. Blijf van mijn vierde positie. Vijfde plek af, pik. Mijn vijfde plek, jouw zesde plek. Ook een zevende plek. Geen probleem mee. Lewis Hamilton sets the fastest lap of the Grand Prix. Wat is dat nou? Fastest lap overall, Jeff. Fastest lap overall. Een 1.28.0. Dat is zo'n 1.3 seconden sneller dan mijn snelste tijd. Want er zit Albon daar. Albon zit daar. En ik probeer hem eruit te breken. Wat lukt, want het is Albon. Het zal vast lukken. Ik ga even recht voor zo'n wing terugkruisen. Doet hij ook bij Kvyat. Dus waarom zou ik het dan niet bij hem doen, hè? Dan kan ik hier een dive verwachten. Gaat hij proberen. Het is Albon. Hij is helemaal vaker te irriteren deze serie. Dus ja. Zekke vent. Vooral. Albon is vooral irritant in als het land Baku heet. Of als het land Azerbeidzjan heet. Geen leuk moment voor mij. Wel een heel leuk podium. Oh no shit, Jeff. Ik voel het. Oh hey, over... Albon staat niet meer zesde. Was er wel achtergebleven dat had, ook kon je niet gehad. Wow, alle Renaults op een rijtje. Daar gaan we met z'n tweeën door. Stoop. En om maggots met z'n tweeën. En ik heb de DRS. Fuck you, Ocon. Ik heb DRS, fuck jou. Ladies and gentlemen, in de laatste ronde. Albon, we gaan het niet weer proberen, het is Ocon. Ocon vertrouw ik nog enigszins, maar jou? Nee. Nou, Ocon vertrouw ik eigenlijk ook niet, want even met z'n tweeën samen bij Max in 2018 is het ook gigantisch fout gegaan, dus. Wat hebben we? Krijg alle bliksem. Straks ga ik nog in. Low fuel mode, dan krijg je wat. Oh, Albon, wat doe je nou? Ik hoop dat je wing damage hebt. Warning collision with Albon. Heeft hij wing damage? Het zal hem leren. Oké, hier kijkt hij. En dan gaat hij hier voorbij. Nee, geen wing damage. Jammer. Nee, ik bedoel eigenlijk, sorry Albon. Sorry Red Bull, dat ik jullie tweede driver zo aanval. Had je mij maar niet moeten aanvallen in de Azerbeidzjan, kut. Schok me daar even de kloot. Sindsdien heb ik een haat-liefde relatie met Albon in deze game. Hey Albon, heb ik je al verteld? Bedankt voor die podium, dude. Bedankt voor die podium. Handje erop. Bedankt voor die podium. Maar alsnog niet zo gaan beuken. En ook niet zomaar langs me gaan zonder dat ik het zeg. En dan gaat en dan voel ik mijn zak ziek in de zikzak. Woehoehoe. Just in time. Lewis Hamilton, race winner of Great Britain's home Grand Prix. Heeft hij gewonnen? Oh yeah, man. He has won his home Grand Prix. Nu alleen nog even één DRS stuk volhouden met deze twee kluifkouwen achter me aan.
tegen het gras. Die banden vinden dat wel prettig, denk ik. Dan ga ik de buitenkant aanhouden, want de buitenkant is de verstandigere lijn hier. Oh, kom. Ja, jongen. Kom maar gezellig naast me en rot maar rauw op. Dus tussen hun om uit te vechten. Wie dat wint, dat is Albon. Oké. Nee, geen rode arrows daar. You will not see of that. Man, oh man, oh man. Poeh. Fifth. Driver of today, Daniel Kvyat. Natuurlijk zijn ze weer gewonnen. Het is ook iets anders dan de Merkze buik gaan altijd alles hij. Wat is dit, kale mensen? Mensen met haar, maar toch geen haar. Ze hebben echt één pixel haar daar. Schrikkelijk. Oh, daar heb je ze dan hoor, met de petjes. De Mercedes pet, het zwarte petje en het blauwe petje in het rode petje. Als het goed is toch, Max heeft toch een rood petje. Max, ja, rapper petje zit er altijd in. Ik dacht al, hè. Het is Max, zit altijd er altijd in. Groen is gaan, rood is gaan, rood is... Red Bull. Boost. Hoppa. Alsnog, prima, 50 plekje voor mij erbij. Ik klaag niet hoor. Strength of the leader, my team beat your rival 3 times in a weekend. Hoppakee. XP. Geen bonus. Is nog leveltje 26. Kaboeja! En bijna level 27. Alrighty, that should be enough. Let's review the updated driver standings. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. Structure stand. Hey, Red Bull stijgt boven Ferrari. Ferrari heeft natuurlijk nog heel veel puntjes, omdat ze nu nog zo snel zijn. Nick de Vries staat 19e. Is in elk geval beter dan Delatres. Dat valt te zien. Alleen we geven hem natuurlijk niet de auto. Aangezien ik kan die achter me houden, maar dat geldt niet natuurlijk voor een free agent AI, zoals Nick de Vries. Dus zodra we een betere auto geven, moet dat wel goed komen. Nu eerst even kijken als Claire nog wat te zeggen heeft en voor de rest nog wat nuttigs te zeggen heeft. Oké, dankjewel Claire. Nu krijg ik eens goed dubbel geld, want ik heb natuurlijk in de race weekend nu wel 4 vragen beantwoord. Vorige week niet, dat vond ik heel raar. Oh, Albon heeft wel natuurlijk de snelste rondes. +3, +3. Dat. Claimpje 11. In de handel. Thank you. Pam. Thank you, alsjeblieft. Thank you. Tinker damage. Hoe heb ik tinker damage? Had ik damage? Misschien met dat tikje met tabon, ik weet niet. Career round 13 out of 22. Zo. Dat is de dagen. Ik zeg een deze en een... heb ik een van één dag? Nee, oh. Wat krijg ik allemaal bij met deze? Dit is... Vehicle, het gaat alles achteruit. Powerdrain gaat gewoon driver omhoog, dus ik zou dat doen. Experience en awareness +1. Sponsor is 3 dagen. Dan hebben we 2 dagen voor... chassis uitje. Corporate customization en character. Heb ik een nieuw podium. P, wat is dat? Deze is leuker. Ik ga eerst kijken bij mijn R&D. Voor deze R&D. Oké, dan kan ik er nog één. Dat is wel een beetje jammer. Build time. Wat heb ik goed? Waar loop ik heel erg slecht in mijn R&D? Dat is durability. Ja, durability kan op dit moment een klein beetje in de wort wezen. Power zit ik best wel goed. Arrow helemaal onderaan. Chassis ook helemaal onderaan. Maar arrow en chassis. Dat zijn de dingen om op te focussen. Mijn arrows is gewoon echt heel belangrijk.
maximum developments, build time. Ja, eigenlijk zou je deze moeten hebben. Quality controls. Failure chance. Verification. En dan bij de chassis is build time al bij 2 geüpt. Dat is al heel wat. Ik denk dat ik deze ga doen voor 2,5 mil. De chassis fabrication. En dan kan ik hier nog iets uppen. Dat is Will Awareness Fitness Center. En dan daar heb ik niet genoeg geld voor. En dit is Experience in your racecraft and awareness. Ik denk dat ik hiervoor ga. Boom. Al mijn geld is weer uitgegeven. Daaraan. En ik zeg, kom maar door. Ik hoop dat hij... Ik heb dit nodig. Ik heb please val niet. Chess. Kom op. Improved energy store cell. I know we were expecting some new developments to come through. But some of... If it were me, this is probably what I'd invest in. Ik heb die energy store cells nodig. Het is mijn IRS. En IRS is kostbaar. Dat is de race van volgende week. Dus hoop ik wel genoten van deze video. Smash duimpje die ik gedaan heb. Kijk volgende keer zeker weer. Kan ik nog maar één ding zeggen. Dikke vet jammer. Peace, later.